Goedemorgen, broeders en zusters in de Heer op deze Lectio Divina van de 28e zondag van tijd door het jaar. En vandaag artikel 324, de keuze van herders. De herder wordt gekozen uit degene in de gemeenschap die het ambt van oudsten, dragers hebben. Die verantwoordelijkheid aanvaarden, die blijk geven van aandacht en waakzaamheid voor het welzijn van iedereen en beschikbaar zijn om het gemeenschappelijk belang te onderscheiden. Het zijn schildwachten die zien. Zij aanvaarden dat zij vrij zijn van zichzelf om voor de behoeften van anderen te zorgen. De herder moet blijk geven aan een authentiek en autonoom geestelijk leven, met een spiritueel onderscheidingsvermogen, met pastorale helderziendheid en luciditeit. Hij moet vast en stabiel zijn in zijn levensstaat. Dit charisma moet gevoeld worden in gebed en in de relatie met Christus, de goede herder, in wie de herder zijn hart en zorgen legt. Dus de herder, de dienaren, de leiders van elk mishuis van ons gemeenschap zijn mensen die zijn oudsten roepingen in de gemeenschap, die hebben een beetje ervaring. Die zijn ook stabiel in zijn levensstaat. En die leeft, die kan een getuigenis van authentiek en autonoom geestelijk leven. Die kan ook een spiritueel onderscheidingsvermogen hebben voor zijn pastoraal helderziendheid. En die kan ook een getuigenis geven van trouw aan de Heer, aan de kerk, aan de gemeenschap, aan de andere schapen. Natuurlijk, weten wij, de herders zijn niet volmaakte mensen. Zij zijn mensen, zoals iedereen, die hebben fouten, tekortingen, die kan ook fouten maken, maar die al een getuigenis kan geven van stabiliteit, van helderheid, van trouw aan de Heer, aan de gemeenschap en aan de kerk. Uit het boek der Koningen. In die dagen ging de Syriër Naaman naar de Jordaan en dompelde zich 7 maal onder, zoals Elisa, de man Gods, gezegd had. Zijn huid werd weer als die van een klein kind en hij was gereinigd van zijn melaasheid. Hij keerde met heel zijn revolg naar de man Gods terug, trad zijn huis binnen, ging voor hem staan en zei: Nu weet ik dat er in Israël een God is en nergens anders op aarde. Wil daarom een goede blik van uw dienaar aanvaarden. Maar Elisa antwoordde: Zo waar de Heer leeft, wiens dienaar ik ben, ik neem niks van u aan. En hoewel Naaman er bij hem op aandrong iets aan te nemen, bleef hij weigeren. Toen zei Naaman: Geef mij dan tenminste een vracht aarde mee, zoveel als een koppel muldieren kan dragen. Want uw dienaar wil aan geen andere goden brand of slachtoffers meer opdragen.
dan ander hier alleen. Woord van de Heer. Wij danken God. De lezing van de tweede boek van Koningen is wel een lange lezing die vertelt over de genezing van de Syriër Naaman. Maar wij zien hier dat Naaman na zijn genezing erkent. Hij was een melaatse. Hij was ziek. Na zijn genezing heeft hij God, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob, erkend als de enige God. Hij was zeker een heiden. Hij was zeker een man die aan andere goden slachtoffers en brandoffers opdroegen. En hij nu erkent dat alleen één God is. Bestaat alleen maar één God. En hij is dankbaar en hij wil ook dat tonen door cadeau, door eerbied aan de profeet Elisa. Maar Elisa aanvaardt niks van hem. Maar is wel een mooi dat wat hij gaat vragen voor de profeet Elia. Geef mij dan tenminste een vraag aarde mee om een altaar te bouwen voor de Heer. En daar boven die altaar die hij gaat bouwen met de aarde van de plaats waar hij de genezing heeft gekregen, dan kan hij brandoffers, slachtoffers opdragen voor de Heer en voor de Heer alleen. Het is een samenvatting van deze mirakel, van deze genezing. Maar hij was een heiden en heeft toch een genade gekregen van de God van Israël. Hij kwam van ver, van Syrië. Hij was een man die aanbaden aan andere goden. Maar nu erkent hij dat alleen één God bestaat. Psalm 98 zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat hij wonderen deed. Zijn hand deed zich krachtig helden, de macht van zijn heilige arm. Zijn weldaden deed hij aan ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid. Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw, ten gunste van Israëls huis. Hij hield de aarde aanschouwde, wat onze God voor ons deed. Verheerlijkt de Heer alle landen, wees blij, verheugt u en zingt. Uit de tweede brief aan de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Dierbare, houd Jezus Christus in gedachten. Davids nazaat, die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig, en waarvoor ik zelf als een misdadiger gevangenschap heb te leiden. Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Daarom ben ik bereid alles te verdragen, terwille van de uitverkorenen, opdat ook zij die het heel verwerven in Christus Jezus in eeuwige heerlijkheid. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem hissen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Woord van de Heer, wij danken God. Het is een uitnodiging van Paulus aan Timotheus en aan ons om te leven met Christus. En een hele leven met hem leven. Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Niet op aarde natuurlijk,
maar in de hemel zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem hissen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. God blijft trouw. Trouw aan zijn liefde, trouw aan zijn geduld, trouw aan zijn barmhartigheid, trouw aan zijn redding. Zichzelf verloochenen kan hij niet. God is trouw op een manier dat als hij iets heeft, gaat hij nooit terugnemen. Een roeping, een genade, gaat hij niet terugnemen voor zichzelf. Maar wij, onze ontrouw, onze keuzes, de dingen die wij beslissen te leven, dat kan wel de trouw tussen ons en God, tussen God en ons, breken. Maar God blijft in zijn plaats. En als wij terugkomen, dan krijgen wij wat is al gegeven. Zijn liefde, zijn genade, zijn barmhartigheid, ook de gaven, charismas, talenten. Maar wij zijn deze mensen die kan de trouw, de verbond met de Heer breken. Met onze zonde, met onze keuze, met onze ontrouw. Maar de Heer blijft trouw. Uit het Heilige Evangelie volgens Lucas. Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij een dorp binnenging, kwam hem 10 melaatsen tegemoet. Zij bleven op een grote afstand staan en riepen luidkeels: Jezus, Meester, ontferm u over ons. En hij zag hen en sprak: had u laten zien aan de priesters? En onderweg werden zij herenigd. Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was. En hij verheerlijkte God met luide stem. Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus' voeten neer. En deze man was een Samaritaan. Hierop vroeg Jezus: zijn niet allen 10 herenigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling? En hij sprak tot hem: sta op en ga heen. Uw geloof heeft u gered. Woord van de Heer. Wij danken God. Ja, zij zijn herenigd. Ze hebben genezing gekregen, omdat zij gehoorzaam waren aan de stem van de Heer. Zij vragen: Jezus, Meester, ontferm u over ons. En wat gaat Jezus zeggen? Jullie zijn genezen. Nee, hij heeft een vraag gesteld. Had u laten zien aan de priesters? Had u laten zien aan de priesters? Maar we willen genezen. We gaan naar de tempel gaan, maar we kunnen niet komen. We zijn melaatsen. We kunnen niet dichtbij komen. Daarom was een groot afstand tussen de melaatsen en Jezus. Maar hoe kunnen wij naar de tempel gaan? Maar zij waren gehoorzaam. Gehoorzaam aan de stem van de Heer. Aan het woord van de Heer. En toen zij op weg waren, hebben zij gezien dat zij genezen waren. Maar is er in dat van geloof, van gehoorzaamheid? Is er in dat van geloof, van gehoorzaamheid? Nu zien zij dat zij
genezing hebben gekregen. Ze zijn genezen, maar alleen één. Alleen één is teruggekomen om dankjewel te zeggen. Een Samaritaan. Een Samaritaan. Dus Samaritaan en de mensen van Jeruzalem en de Joden. Nee. Had niet. Maar hij was dankbaar. Hij is naar de ware priester, de ware meester gegaan. Om dankjewel te zeggen. Om te buigen. En aan de voeten van de Heer zich neerwerpen. En zeggen, Heer, dank u. En waarom is hij teruggekomen? Ten eerste van dankbaarheid. Ten tweede was hij een Samaritaan. Kon hij niet binnenkomen in de tempel. Zij zijn naar de tempel gegaan om hun dankbaarheid te betonen aan de Heer. Maar hij was een Samaritaan. Hoe kan hij binnenkomen in de tempel die in Jeruzalém is? Dan is hij teruggekomen naar Jezus. Een hart vol van dankbaarheid. En zelf met de grens van discriminatie, van religie, van kwetsen, dingen van cultuur en plaatsen, en oorsprong en afkomstig. Ja, hij heeft zijn plan getrokken. Ik ga naar Christus, ik ga naar Jezus, om mijn dankbaarheid te betonen. En de Heer gaat voor hem zeggen, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u gered. Wat kan ons redden, is ons geloof. Ons geloof in de Heer Jezus Christus. Ons geloof die kan zich uitdrukken door de gehoorzaamheid aan zijn woord, aan zijn stem. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.